Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog nooit iemand ontmoet die echt in een probleem is gekomen. Dus in dat opzicht ben ik... Oh, echt? Ja. Hoe kan dat nou? Nou ja, gewoon omdat je ze in zo'n toren als dit gewoon niet tegenkomt. Vrienden, welkom bij Boos, waar we deuren intrappen, moeilijke vragen stellen en altijd helemaal tot het naadje gaan om jouw probleem op te lossen. Met deze week, hoe de goklobby in Nederland alles op alles zet om zoveel mogelijk winst voor online gokbedrijven te genereren, maar dat ook ten koste ging van heel veel mensen. Ik ga ook naar meetings toe. Die groep die wordt steeds en steeds groter. Steeds jongere personen die daar terechtkomen, omdat ze niet meer weten hoe ze uit de shit komen. Met in de hoofdrol voormalig VVD-Kamerlid en nu goklobbyist bij VNLOK, Helma Lodders. Ook ik krijg daar kippenvel van. En ik vind het overigens ook weer te zien. Het is geen grap. En de gedupeerde deze week, dat is Django. En Django, jij bent boos. Ja, dat klopt. Helder, gaan wij voor jou aan het werk. Daar gaan we. Django, welkom. Dankjewel. Welkom bij Boos. Jens, ook welkom. Hoi. Hallo. Nieuwe uitzending en vandaag gaan we het hebben over gokken. Ja. Jij hebt ons gemaild. Jij Klopt. Zei, ik heb een probleem. Ik ben boos. En wij willen weten waarom. Brand los. Ik ben inderdaad boos. En dan voornamelijk op het beleid dat de Nederlandse overheid hanteert met gokken en voornamelijk online gokken. Het waar ik voornamelijk tegenaan loop is gewoon de handelingen die de overheid heeft uitgeoefend om om het goksysteem hier in Nederland draaiende te houden. Ja. Ze hebben daar gewoon heel veel geld in geïnvesteerd. Dat geld komt van gokhallen, gokkers, casino's, et cetera. Die hebben zoveel invloed gehad op de input van deze nieuwe wetgeving. Ja. En terwijl de ervaringsdeskundigen, verslavingsartsen, verslavingsklinieken gewoon opzij zijn geschoven en al hun waarschuwingen teniet zijn gedaan, zeg maar. Ja. We gaan straks even naar waarom dat voor jou zo belangrijk is, maar eerst even, hoe zat het ook weer met die wetgeving? Ja, vanaf oktober 2021 mag je in Nederland legaal gokken op internet. En tot 2 jaar geleden wordt gokken op internet in Nederland weliswaar gedoogd, maar is het op papier dus illegaal. Nou, door de invoering van de wet kansspelen op afstand is de online gokmarkt in Nederland dus open. En dat was ook niet te missen. Gokbedrijven hebben sinds de legalisering maar liefst 270 miljoen euro uitgegeven aan reclames. De Nationaal Rapporteur Verslavingen zegt over de wetswijziging: de legalisering van online gokken is desastreus. Probleemgokkers worden dan ook niet goed beschermd. Demissionair minister Frank Weerwind probeert de boel inmiddels een beetje aan banden te leggen. Zo komt hij eerder dit jaar met een verbod op ongerichte reclame voor online gokken. Maar dat besluit komt volgens sommigen te laat. Gericht reclame maken voor online gokken mag dus nog wel. Ook saillant aan dit verhaal is dat uit een WOO-verzoek blijkt dat gokbedrijven bij de totstandkoming van reclameregels over gokken meer inspraak kregen dan verslavingsdeskundigen. Online gokken is nu legaal in Nederland. Nou, daar kan ik wat van vinden, daar kan Jens wat van vinden, daar kunnen wij allemaal wat van vinden. Maar specifiek, jij vindt er iets van, want jij was eigenlijk gewoon de dupe daarvan. Ik had al ervaring met de gokverslaving. Daar ben ik vanaf gekomen via klinische opname. Ja. Dat is 1,5 jaar is dat goed gegaan. En wanneer was dit ongeveer? Ik was 4 jaar geleden zo'n beetje. Ja, 4 jaar geleden. Ja, en toen dacht jij, ik heb het overwonnen. Ik ben niet meer gokverslaafd, of wel nog verslaafd. Je blijft altijd verslaafd. Ja. Dat is zo moet je het zien. Ja. Maar niet meer actief verslaafd. Ook geen behoeftes meer aan. Ik had de triggers ook niet meer. Ik zat ook niet meer in het circuit waarin ik gokte. Want het moest allemaal op dat moment illegaal. Ja. Want het was in Nederland nog niet legaal online gokken op dat moment. Totdat de Nederlandse overheid besloot om het online gokken te legaliseren. Ja. Maar hetgene waar ik vooral over val is het feit dat zij, die goklobbyisten, die reclames hebben laten maken. En er zijn miljoenen en miljoenen ingepompt in die reclamespotjes van casino's waarin je wordt doodgegooid. Ja. En die hebben mij getriggerd in mijn terugval. Over jouzelf, hoeveel geld heb jij vergokt? Hoeveel geld heb ik vergokt? Dan praten we wel echt over, denk ik zeker 20.000, 30.000 euro. Ja. Heb je schulden gemaakt? Ja, ja. Bij wie? Leningen aangegaan. Bij vrienden? Financiering aangegaan. Oh, financiering aangegaan. Oh, dus ook veel rente betalen? Inderdaad, van mijn opa en oma geld geleend, dat verhokt. Ja. Ik heb mezelf echt wel diep in de shit meegewerkt. Ja, nou, vertel daar eens over. Wat is er nou, de gevolgen ervan zijn, die ondervind ik nog dagelijks. Ik heb daar tot de dag van vandaag heb ik er last van. Ja. Ik heb mezelf uit voorzorg onder de wind laten plaatsen ook.
Gewoon puur voor mijn eigen veiligheid. Zodat ik weet dat ik niet tot grote geldbedragen tot mijn beschikking heb. Jo. Ik uit mijn schulden kan komen en weer een fatsoenlijk leven kan opbouwen. Ja, en dat iemand het ook zou zien als je opeens veel geld opneemt en dat vergokt. Bijvoorbeeld. Ja. Dus dat heb ik echt uit puur als voorzorg gedaan. En dat is echt wel een goede redding voor me geweest. Waardoor ik nu al langere tijd stabiel ben, zeg maar. Dan is nu de vraag. Je staat nu bij het programma Boot. Wat wil je van ons? Ik wil inderdaad met jullie samen het liefst het gesprek aan met iemand die hier zich hard voor heeft gemaakt om dit te legaliseren. En dan voornamelijk ermee in is gestemd dat het een goed idee was om reclames toe te staan voor gokken, alle gokreclames en online gokken. Er zijn natuurlijk een aantal partijen in dit verhaal, dat gaan we straks helemaal uitleggen. Dat ben jij. Het zijn gokbedrijven, dat is de overheid, maar er is nog een partij die niemand ziet. Jij wil vandaag in ieder geval in gesprek met de goklobby. Die hebben natuurlijk achter een scherm aan de voet gestaan van de legalisering van die wet waardoor online gokken mag. Wat zou je willen vragen aan mensen uit de goklobby? Wat leg je dan voor hun voeten? Waarom hebben jullie die reclame zo erg ingepland dat het voornamelijk gericht is op jongeren? Ja. Allemaal bekende Nederlandse voetballers die in die reclames voorkwamen. Ja. Dat is ook wat ik heb gehoord vanuit verschillende verslavingsklinieken. Dat vooral onder de jongeren de gokverslaving echt extreem toeneemt. Ja. Ik ga ook naar meetings toe, zeg maar. NA-meetings, GA-meetings. Echt waar, ja? Die groep die wordt steeds en steeds groter. Met steeds meer steeds jongeren... Personen die daar terechtkomen omdat ze niet meer weten hoe ze uit de shit komen, zeg maar. Oké, helder. Dus wat wij vandaag gaan doen is het lobbybestel aan de kaak stellen. Kijken of we iemand kunnen spreken. En misschien even alle feitjes op een rij zetten, zodat we weten waar we over lullen. Ja. Zullen we het eerst even doen? Dat is goed. Wat zijn eigenlijk de cijfers? Nou, hebben we een rijtje gezet voor je. Let op. Ik ben Rut van Holst. Ik ben cognitief neurowetenschapper. En ik doe sinds 2011 onderzoek naar gokverslaving. Ja, mijn naam is Arend Schellekens. Ik ben psychiater in het Radboud UMC en ook hoogleraar psychiatrie en verslaving. Wat het hele narige is van een gokverslaving is dat je het eigenlijk niet ziet. Dus het is eigenlijk een verborgen verslaving. Je stinkt niet naar alcohol. Dus het gaat vaak lang door. Daarnaast zie je bij gokverslaving, net als bij verslaving aan middelen, dat mensen een bepaalde gewenning kunnen opbouwen. Waardoor je eigenlijk steeds meer nodig hebt. En bij gokken betekent dat dan ook hogere bedragen inzetten om hetzelfde effect te bereiken. De mensen die het meest kwetsbaar zijn voor het ontwikkelen van een gokverslaving zijn jongeren, jongvolwassenen en dan voornamelijk vaak ook mannen. Omdat die vaak ook iets meer impulsief gedrag vertonen en op zoek zijn naar spanning en beloningen. Dan is er ook nog een groep die extra kwetsbaar is. Mensen die het financieel al niet breed hebben. Want daar is de belofte dat je zo makkelijk zoveel geld kan winnen, spreekt natuurlijk nog extra tot verbeelding. Wat ik zie bij mijn patiënten is dat zij merken dat de online gokken eigenlijk veel toegankelijker is. Patiënten vertellen dat in dit geval hun gokverslaving eigenlijk letterlijk in hun broekzak zit. Je ziet dat veel meer mensen zijn gaan gokken. En ook vooral jongeren en jongvolwassenen. Dat geeft gewoon aan dat die reclame, dat heeft gewoon een nieuwe markt aangeboord. En dat was natuurlijk ook helemaal niet wat de intentie was. Dat er een aanwas is van nieuwe, vooral jonge mensen die gokken, die dan mogelijk ook onvoldoende beschermd worden in het ontwikkelen van gokproblemen en gokverslaving. Ja, dat vind ik een heel zorgelijke ontwikkeling als behandelaar. Ja, Django is dus flink in de problemen gekomen na het legaliseren van de online gokmarkt in ons land. En verrassing, hij is niet de enige. Keiharde cijfers over het aantal gokverslaafden zijn er nog niet, maar de afgelopen 2 jaar zijn er wel, hou je vast, 500.000 nieuwe gokkers bijgekomen. Dat is ruim 60% van het totaal aantal gokkers in Nederland. 21% van alle gokkers is tussen de 18 en 23 jaar oud. En jonge mensen zijn nou juist de groep die het meest vatbaar is voor een gokverslaving. Nou, daarnaast hebben 50.000 gokkers zich inmiddels aangemeld voor een gokstop bij het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen, kortweg het CRUX, waar je kan aanmelden als je je gokdrift niet meer onder controle hebt. Geen vrije cijfers dus, behalve voor de goksector. Want die sector heeft in 2022 maar liefst 1,1 miljard euro weten te verdienen. Maar verslavingsdeskundigen en andere experts maken zich grote zorgen. Bijvoorbeeld over de schulden van gokverslaafden. Hier, schulden van 50.000 euro zijn geen uitzondering. En nog zorgelijker, de kans op zelfdoding is bij gokverslaafden 15 keer hoger dan bij mensen zonder gokverslaving. En dat is bijvoorbeeld hoger dan bij een alcohol- of een drugsverslaafde.
verslaving. Lang verhaal samengevat, we hebben een groot probleem. Uit internationaal onderzoek blijkt dat ongeveer 1/3 van de mensen met problematisch gokken kampt met suïcidale gedachten. En ongeveer de helft daarvan doet in zijn leven ook daadwerkelijk een suïcidepoging. Dus een poging zichzelf van het leven te beroven. Wat ik zelf het meest schokkend vind is dat mensen zich zo eenzaam en hopeloos kunnen voelen. Zulke grote financiële problemen ervaren dat voor hen het dan een idee lijkt om aan zelfdoding te denken of dat zelfs uit te voeren. En dat is echt een veel hogere kans bij een gokverslaving dan bij een andere verslaving. Op het moment dat de illegale markt in oktober 2021 werd vrijgegeven, we zien een aanwas van vooral nieuwe en jonge spelers. Ja, dat zal pas over een paar jaren zichtbaar worden in verslavingsproblematiek waarvoor mensen ook hulp gaan vragen. Dus, gokken levert gokbedrijven heel veel geld op, maar de klinieken stromen vol en schulden nemen toe. De vraag is nu, hoe heeft het in hemelsnaam zo ver kunnen komen? Zoals je net al hoorde, zijn er in dit verhaal een aantal spelers. De overheid, bedrijven en de gokkers zelf. Maar er is nog een belangrijk en vooral onzichtbare hoofdrolspeler en dat is de goklobby. Voor het reguleren van online gokken is in Den Haag volgens insiders een van de heftigste lobbyoorlogen van de afgelopen jaren gevoerd. En wij nemen je even mee in een korte geschiedenis van die zware lobby in aanloop naar het legaliseren van online gokken in Nederland. Oké, wat staat er op het spel? Nou, Nederland is 10 jaar geleden een van de laatste Europese landen waar online gokken volledig illegaal is. En dat heeft een reden. Al sinds de jaren 60 houdt Nederland de kaarten wat betreft het opengooien van de kansspelmarkt namelijk stevig tegen de borst. Onze vorige kansspelwet dateert uit 1964 en is ooit bedacht vanuit het idee dat, let op, gokken een gevaar voor de volksgezondheid is en een monopolie van de staat nodig is om de gokzucht in goede banen te leiden. Maar tijden veranderen. De industrie wil niet meer dat je alleen legaal kan gokken achter een fruitautomaat of in een casino, maar ook op je telefoon. Volgens de schattingen van de kansspelautoriteit van vlak voor de legalisering zou onze online gokmarkt honderden miljoenen euro's waard zijn. Er ligt op dat moment dus voor de gokbedrijven veel geld voor het oprapen als ze de online gokmarkt gelegaliseerd krijgen. Nou, grote buitenlandse gokbedrijven zijn dan rond 2010 al jaren achter de schermen aan het lobbyen. Ze willen namelijk toegang tot onze Nederlandse markt, maar ze kennen de weg ook niet zo goed. En dus kopen ze zich in bij lobbyisten met kennis. En dat zijn vaak voormalig bewindspersonen of politici. Mensen als oud-Kamerlid Bert Bakker van D66 of oud-staatssecretaris Robin Linschoten van de VVD. Zij worden dan ingehuurd door bijvoorbeeld Pokerstars en Unibet, zodat de belangen van de gokindustrie bij de juiste mensen in Den Haag kenbaar worden gemaakt. Ook bekendere namen als oud-CDA'er Jack de Vries en oud-VVD'er Frits Hoefnagel spelen op die manier een rol. En het werkt, want er blijkt één belangrijke speler in Den Haag vatbaar voor de wens van gokbedrijven. VVD'er Fred Teven, toenmalig staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, volgens insiders fanatiek pokeraar en ook niet onhandig, hij heeft de gokmarkt in zijn portefeuille. Hij komt met een groots plan. De online gokmarkt in Nederland eindelijk opengooien. Oftewel, legaliseren. Teven schrijft in een Kamerbrief dat hij wil gaan voor een meer eigentijdse benadering van kansspelen. En dat burgers en bedrijven in staat dan wel verplicht zijn hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. In een interview in 2013 zegt hij: ik vind kansspelen wel echt een mooi onderdeel van mijn portefeuille. In elk geval één waar ik mijn liberale gezicht kan laten zien in plaats van mijn conservatieve. Een jaar later, in 2014, schrijft het AD op basis van insiders dat het departement van Teven achter de schermen diverse afspraken met gokbedrijven heeft gemaakt in aanloop naar een totaal geliberaliseerde markt. Kamerleden vertellen dat in die periode zelfs een deel van de ambtenaren ingewisseld wordt voor ambtenaren die meer ontvankelijk zijn voor kansspelen. Voor het eerst in tientallen jaren waait er dus een radicaal andere wind in Den Haag als het gaat om hoe de overheid kijkt naar de kansspelmarkt. En dat betekent dus, buitenlandse bedrijven mogen de markt op, online gokken wordt gelegaliseerd.
Terwijl Fred Teven hard bezig is om de nieuwe kansspelwet vorm te geven, is dat voor de goklobby niet het einde, maar juist het begin. Door slim in te zetten, weten gokbedrijven het reguleren van online gokken naar hun hand te zetten. Maar hoe? Nou, de goklobby trekt voor het legaliseren van onze online gokmarkt alles uit de kast. Kamerleden worden door lobbyisten en belanghebbenden overspoeld met informatie. Ze krijgen allerlei tegenstrijdige onderzoeken en cijfers op hun bureau. Bijvoorbeeld over hoe verslavend gokken is. Of het aantal online spelers. De resultaten lopen altijd uiteen, afhankelijk van wie opdracht heeft gegeven voor zo'n onderzoek. Kamerleden worden uitgenodigd voor buitenlandse reizen of krijgen op hun werkkamer gevraagd en ongevraagd bezoek van lobbyisten. Sommige van hen blijken aardig vatbaar en laten zich voor het karretje spannen van de goklobby. Voorbeeldje, CDA-kamerlid Peter Oskam komt bij de eerste behandeling van het wetsvoorstel over kansspelen met 700 vragen aan de staatssecretaris. Volgens betrokkenen allemaal geschreven door lobbyisten. Andere kamerleden spreken zich juist uit over de intensiteit van de lobby. PvdA-kamerlid Meili Vos, Gert-Jan Segers, ChristenUnie en Nienke Kooijman van de SP noemen het de heftigste lobby die ze als kamerlid ooit hebben meegemaakt. 2 jaar na het openen van de online gokmarkt blijkt dat de overheid de afgelopen jaren dus vooral oog heeft gehad voor de belangen van de industrie die door de lobby op tafel zijn gelegd. Hier, zo schrijft de NOS in augustus nog: gokbedrijven kregen bij de totstandkoming van de reclameregels over gokken meer inspraak dan verslavingsdeskundigen. Lang verhaal kort, gokbedrijven krijgen door het lobbyapparaat direct invloed op het beleid, ook nu nog. En dat is waarom de miljardenindustrie uiteindelijk haar zin heeft gekregen. Dat is dankzij, dubbele punt, de lobby. Het idee van de kanalisatie in deze gokmarkt zou zijn van: mensen gokken nu illegaal en we willen ze naar de legale markt toetrekken. En daarvoor zouden we dan, de industrie zegt, reclame moeten maken om hen daar weg te lokken, wetend dat ze hier dat kunnen doen. En ik vind dat echt een enorme lobbyterm, want hoezo zou je reclame moeten maken? Je kan ook infomercials geven: gokken is slecht. Wat dan blijkt is dat voor een groot deel nieuwe spelers zijn. Dus niet spelers die eerder in het illegale circuit gokten, maar eigenlijk in de periode daarvoor helemaal niet gokten. Daarnaast is dan dat rapport van de kansspelautoriteit, die laat zien dat de zorgplicht door de gokbedrijven heel variabel en vaak niet voldoende wordt ingevuld. Experts zijn helemaal niet goed gehoord. Ik weet dat er heel veel waarschuwingen, dat er heel veel zinnige dingen zijn gezegd, maar dat is niet opgenomen. En dat is eigenlijk ook naar mijn idee echt wel schokkend. Helemaal omdat we natuurlijk al heel veel weten over bijvoorbeeld het gebruik van alcohol en roken, waarin we juist weg zijn gegaan van het reclame maken, van inzet op de jeugd. En nu gingen we opeens gokken en dan mocht dat allemaal. En dat komt ook echt super dubbelzinnig over van: hé, maar hebben we dan niks geleerd van al die andere middelen? Goed, Django zou dit alles dus graag eens bespreken met iemand uit de wereld van de goklobby. En wij weten wel bij wie we dan moeten zijn. Helma Lodders, daar gaan we naartoe. Zij is nu chef lobby gokbedrijf, om het even plat te zeggen. Ja. Even voor wie het niet weet, dit is Helma Lodders. Oké, let op. Helma Lodders was van 2010 tot 2021 Tweede Kamerlid voor de VVD en had daar onder andere, verrassing, de kansspelmarkt in haar portefeuille. Fraude spoor je op en op het moment dat dat opgespoord is, dan komt dat in de media en dan staan we hier met elkaar. Na haar vertrek uit de Kamer gaat ze dan ook aan de slag als lobbyist, om precies te zijn voor lobbyclub VNLOK. De vergunde Nederlandse online kansspelaanbieders. Waar ze, sinds september 2021, de belangen behartigt van 8 kansspelaanbieders die ook online actief zijn. Zoals bijvoorbeeld Holland Casino, de Nederlandse Loterij, waar Toto onder valt, en Bingle. Lodders was in aanloop naar de legalisering van het online gokken nog geen lobbyist, maar was na haar aanstelling kort voor opening van de markt wel betrokken bij een overleg tussen gokbedrijven en partijen als de Consumentenbond. En daar werden bijvoorbeeld afspraken gemaakt over de hoeveelheid en de toon van gokreclames. Nou, dat overleg klapte, vertelde de Consumentenbond aan ons, omdat Lodders en de gokbedrijven te weinig interesse hadden om kwetsbare spelers te beschermen met afspraken over gokreclames. Zo zou Lodders niet met de juiste experts hebben willen praten om zich correct te laten adviseren. En dat heeft grote gevolgen gehad, benadrukken experts die wij hierover spreken. Reclame zorgt ervoor dat mensen je product kennen, dat ze weten dat het leuk is en dat er een soort positief gevoel bij gecreëerd wordt. Het feit dat het zo gebombardeerd is en ook nog best wel gericht op jonge mensen die daar extra kwetsbaar voor zijn, die ook extra kwetsbaar zijn voor reclame, zie je terug in de cijfers dat er gewoon een enorme markt is aangeboord die dus nu gokt. Terwijl ze dat eerst helemaal niet deden.
omdat er geen reclame voor was. Juist. Nou, met dit in de achterzak hebben wij Helma Lodders dus gemaild met de vraag of we konden afspreken. Maar haar rechterhand, Herbert Brinkman, dit is hem, mailde: dit is voor ons niet het moment om via de media het gesprek te voeren. Nou, laten wij en Django het toevallig wel het goede moment vinden. En dus gaan we maar op pad. Eerst even, waarom is het nou zo belangrijk voor jou? Omdat ik nagenoeg alles weer kwijtgeraakt wat ik heb opgebouwd. Ja. Baan kwijtgeraakt, relatie kwijtgeraakt, waar ik een zoontje mee heb. Ja, daar vind ik dat kan niet stil blijven. Daar moet iets mee gebeuren. Ja. En al is er één die ik hiermee help en ermee voorkom, is dat al goed of voldoende voor mij waarom ik dit doe, zeg maar. Oké, hier. Zit het ministerie van Landbouw. Daar werkt Helma Lodders vandaag. Zij is naast goklobbyist, doet ze ook portefeuille vee. Dus zij lobbyt voor de vee-industrie. We weten alleen dus dat zij hier vandaag is. Helma Lodders heeft ooit als VVD'er zich hard gemaakt voor schoolmelk met benzine erin. Zodat Shell er nog iets aan kon verdienen. En astmapuffers met frituurvet. Toen Helma Lodders heeft een kind en dat ging een keer trakteren in de klas. En toen kreeg iedereen een hifnaald van een heroïneverslaafde, zodat de medicijnindustrie nog wat aan ze kon verdienen. Oh, ik krijg net een pushmelding van de NOS. Helma Lodders wil arme mensen afschaffen. Ja. Nee. Ik heb Helma Lodders op mijn voicemail. Ze is aan het lobbyen bij Trimbos, zodat ze coke in klinieken kunnen verkopen. Hoezo moet je met rondkomen? Gewoon niet aan denken. Ja, hier kun je dus niet komen. Echt kut, jongen. Maar dit is toch, we kunnen hier toch gewoon wachten? Serieus? Ja. Weet je wat we doen? We lopen gewoon naar binnen en vragen, is ze er? Heb je een nummer? Ja, we hebben een nummer, ja. Maar dan moet je hem even terugbellen. Bel gewoon. Ja? Ja, joh. Oh. Oeh, wordt weggedrukt. Nog een keer bellen. Dan zit ze waarschijnlijk in een meeting nog. Zit in gesprek, kan het via sms. Oh, ja. Nee, maar ze gaat ons zo terugbellen. Kom maar. Ik bel je zo even terug. Speld. Oh, wat goed. Moet ik mijn naam zeggen? Ja, zeker. Dag mevrouw Lodders. Dag, ik ben Tim Hofman. Ik sta hier met Django. Wij staan bij het ministerie voor Landbouw. We begrepen dat u daar vandaag bent. Nee, ik ben onderweg naar een andere afspraak. En ik sta nu voor de deur, dus ik moet helaas ook ophangen. Oké, wij willen u graag spreken over uw baan als schoklobbyist. Heeft u tijd daarvoor? Nee, want ik sta voor de deur bij mijn andere afspraak. Ja, maar we kunnen ook een andere dag komen. Dank u wel. Een andere dag dan? Maar hier staat gewoon de telefoon op. Daar hing gewoon de telefoon op, ja. We geven ons niet zomaar gewonnen. Nee. Heb jij nog tijd binnenkort? Ja, zeker hoor. Ja, maak daar tijd voor. Komt goed. Ja, oké. Ja, dit gaat lukken. Dit gaat sowieso lukken. Game is on, hè? Goed, Helma hangt ons dus op. En we wisten het natuurlijk al, maar ze heeft weinig zin in een gesprek met ons en Django. Nou, kort daarop worden we gebeld door woordvoerder Brinkman. Die is erg ontevreden over de gang van zaken. Dag Tim, ik spreek met Herbert Brinkman. Ik dacht dat ik met Jens van Pietersson zou spreken. Oh ja, maar ik neem het nu even op. Oké. Okay. Ik wilde eigenlijk graag even Jens spreken, want ik had een afspraak met hem gemaakt. En, wat was de afspraak dan? Volgens mij weet je prima wat de afspraak is. Nee, er is geen afspraak gemaakt. U heeft gemeld dat Helma Lodders niet wilde praten, maar daar hebben wij natuurlijk geen boodschap aan. En u kent ons programma ook. Ik vind het een beetje raar dat hij heeft gevraagd, ik heb antwoord gegeven. Ja, en dat hebben we ter kennisgeving aangenomen. En verder maakt het ons niet zoveel uit. Het was makkelijker als mevrouw Lodders ons vrijwillig te woord stond. Maar u heeft ons programma vast wel eens gezien. Als dat niet vrijwillig is, dan verschijnen we wel ergens. Waarom wil zij geen gesprek met ons? Volgens mij heb ik dat duidelijk aangegeven, ook aan Jens. Dus... Nou, dat viel wel mee hoe duidelijk dat was. Nou, dan is het toch eventjes waar we het bij laten. En ik vind gewoon de manier waarop jullie je handen leggen heel onprettig. En... Ja, nou ja, ik heb hier een gokverslaafde jongen en die vindt eigenlijk jullie manier van handelen heel onprettig. En daar wil ik het even over hebben. Volgens mij zijn we heel duidelijk in geweest richting Jens en ben ik ook richting jou. En ja. Daar laat ik het ook eventjes bij. Dus, en is het niet verstandig om wel even voor het oog van de camera... Oh. Hij hangt gewoon op. Hij ook al. Oh, wat een lach. Maar het lag aan ons. Hè. Onze werkwijze. Onze manier. Oh, het begon afbraak op. Zak erin, joh.
Wat ik zie bij patiënten is dat de gevoeligheid, de verslavingsgevoeligheid of de gevoeligheid voor de gokproblematiek, dat die vaak wel blijft. Die is niet zomaar weg, ook als de gokverslaving behandeld is. Ja, maar er is wel een hele grote groep die nu wel gokken in hun normale leefstijl hebben meegenomen. En de mensen die gewoon een gokverslaving hebben ontwikkeld. En dat houden ze wel, de rest van hun leven houden ze daar last van. Wat ik zie bij mijn patiënten is dat zij vertellen dat zij soms in heel korte tijd, in één avond of een week, tienduizenden euro's verliezen. En dat daar eigenlijk nergens wordt ingegrepen of een signaal is dat het misgaat. Die verhalen sluiten eigenlijk heel erg aan bij het rapport van de kansspelautoriteit van september dit jaar. Waarin zij concluderen dat de zorgplicht door die gokbedrijven eigenlijk niet goed en ondermaats wordt ingevuld. Ik vind het heel gek dat je dat neerlegt bij de gokindustrie, dat zij een zorgplicht hebben. En vanuit de overheid gedacht, zie ik ook een taak bij de overheid om goed voor haar burgers te zorgen. Nou, het is niet in their best interest in zoverre dat zij ook het meeste geld verdienen van de mensen die het meest gokken. In de tussentijd hebben wij een tijdje contact met het ontevreden kamp van Helma Lodders, waarin we blijven vragen om een gesprek. En wat wil? Ze gaan akkoord. We mogen op kantoor bij VNLOK langskomen met Django. Nou, goedemorgen. 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 Hey, we hebben goed nieuws. En het duurde even. Maar? Er zat veel werk in. Er is serieus heel veel tijd gekost. Ja, maar we hebben een gesprek met Helma Lodders. Ja. De lobbyist. Ja, dat is daar in dat gebouw bij VNLOK. We hebben straks een half uur, geloof ik, met haar. Ja, zoiets. Jij bent daarbij. Ja. En het begint en eindigt natuurlijk bij jou. Wat wil je tegen haar zeggen? Wat wil je weten van haar? Ik wil vooral weten of ze zich bewust is van het feit wat voor schade dit mens heeft aangedaan. Ja. En waar ik zelf het levend bewijs van ben. Ja, ik denk dat een helder verhaal is. Wij hebben natuurlijk ook nog wel een setje vragen voor daarnaast. Toevallig. Ben je zenuwachtig? Ik begin zenuwachtig te worden. Oh, van mijn vraag. Nee, ja, gewoon. Nee, gewoon ik voel nu de spanning opkomen, ja. Zeg maar. Oh ja, goed om te weten. VNLOK heeft gevraagd of we de camera pas aan kunnen zetten als het gesprek met Helma begint. Maar we besluiten daar toch geen gehoor aan te geven. Hey, we beginnen even met de camera laag. En als we binnenkomen, wordt ook meteen pijnlijk duidelijk waarom het maar beter is dat de camera aanblijft. We treffen daar namelijk woordvoerder Herbert Brinkman. Oh, daar is Herbert. Ah, Herbert. En die legt misschien wel in een paar zinnen meteen bloot waar het in dit verhaal nou eigenlijk misgaat. Goed dat je ook mee bent gekomen. Ja, zeker. Ja. Ja, ja. Ja, voor ons ook altijd leerzaam om te horen wat dingen gaan. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog nooit iemand ontmoet die echt in een probleem is gekomen. Dus in dat opzicht ben ik... Oh, echt? Ja. Hoe kan dat nou? Nou ja, gewoon omdat je ze in zo'n toren al dit gewoon niet tegenkomt. Ja. Is dat niet een beetje het probleem? Nou ja. Het is zo, ja. Ja, maar ik vind het, daarom is het ook goed. Ja, weet u vanaf vandaag over wie we het hebben dan? Ja. Nou, dat is ook in zo. In uw werk, ja. Dus dat zal wel maar misschien anders zijn, dat weet ik niet. Maar, ja, dat zal ik er vragen. Dat doet wel, ja. Dus, alright, ik ga haar eventjes... Ja, wij wachten hier. Top. We zijn in 10 seconden binnen. En dan is daar Miss VNLOK herself, de goklobbyist van Den Haag, Helma Lodders. Goeie. Ik wil je voorstellen. Allereerst een job. Hoi, ik ben Helma. Django, aangenaam. Tim. Hoi, Helma. Hi, hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Mevrouw Lodders. Eerste vraag. Ik sprak net met uw teamgenoot. En die zei, ik heb eigenlijk nog nooit iemand ontmoet die gokverslaafd is en het leven overhoop ligt door gokken. Heeft u wel eens iemand ontmoet? Ik heb ex-verslaafden gesproken. Oh ja, ja. Oké. Okay. En ik heb ook met mensen gesproken die zich wel zorgen maken. Ja. Die zien bijvoorbeeld op schoolplein dat er jongeren, en dan heb ik het echt over de categorie onder de 18, ja. Dat ze bezig zijn met gokken. Ja. En daar ga ik over het gesprek aan. Ja. Ja, en wat zegt u dan? Dat ik dat heel onverstandig vind. Daar heb ik een verantwoordelijkheid voor op het moment dat ik dat hoor. Om met ze in gesprek te gaan. Ja. En ouders hebben daar natuurlijk zelf ook een verantwoordelijkheid in. Dit is Django. Hi Django. Hallo. Hi. Django is 28. Nou, Django, vertel zelf maar eventjes. Ja, ik ben alles kwijtgeraakt door het online gokken. En van alles bedoel ik mijn relatie kapot met mijn zoontje, waar ik nu een omgang zeg, die ik nog maar één keer in 2 weken zie.
Ik heb 7 dagen in de week psychiatrische hulp. 24 uur per dag gewoon op begeleid wonen, omdat het gewoon niet goed met me gaat. Ik sta onder beschermingsbewind. Heb je enig idee dat die reclames de reden zijn geweest waardoor mijn leven nu zo verwoest is? Nou, ik denk hele terechte vraag die je stelt, maar mag ik eerst zeggen dat jouw verhaal mij raakt? Weet je, ook ik krijg daar kippenvel van. En ik vind het overigens ook weer te zien. Het is geen grap. Want het raakt mij. En ik vind het overigens ook dapper dat je dit doet. Je stelt de vraag van, weet je dat die reclame aanleiding is geweest voor de situatie waarin jij bent geraakt? We hebben natuurlijk de opening van de markt gehad. Dat was ergens in 1 oktober 2021. Toen hebben we heel veel televisiereclame gezien voor de online kansspelaanbieders. En als dat voor jou een prikkel is geweest om weer te beginnen. Dat heeft verschillende klinische opnames gehad daardoor. We werden geen gezet opgenomen op de crisisdienst en daarna doorverwezen naar een professionele verslavingskliniek om dit allemaal te verwerken. En sindsdien zit ik erbij zoals ik er nu bij zit en leef ik van dag tot dag en probeer ik er iets van te maken. Maar ik kan niet alleen meer. Ik heb 24/7 zorg nodig. Ik denk dat we het samen heel snel eens zijn dat er in die periode heel veel reclame is gemaakt. Daar hebben we als branchevereniging ook actie op ondernomen. Er is een reclamecode gekomen, die was overigens te laat. Daarna hebben we gezien dat eigenlijk de maatregelen die we daarin genomen hebben nog onvoldoende waren. Dus dan hebben we ook als branche gezegd, we gaan aanvullende maatregelen nemen om dat verder in te werken. We hebben de Consumentenbond gesproken, een letterlijke quote is: de branche heeft onze reactie echter helemaal niet afgewacht en de code gewoon ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur. Je begrijpt dat wij daar niet over te spreken waren. De branche was nergens toe bereid. De gokbedrijven wilden helemaal niets. Het gaat over het invoeren van die code die niet toereikend zou zijn. Wat vindt u daarvan? Nou, kijk, daar zijn een heel aantal gesprekken aan vooraf gegaan. Ja. Wij hebben ook richting Consumentenbond aangegeven. Wij willen heel graag het gesprek met jullie aangaan. Maar? En ik ben ook in ieder geval 2 keer bij de Consumentenbond geweest met een aantal aanbieders om daarover te praten met elkaar. Wij hebben uiteindelijk na het indienen van de code gezegd van hey, wij merken dat er nog steeds druk is omdat er te veel reclame is en wij gaan zelf als branchevereniging, en dat is niet alleen VNL-OK, dat is ook de andere branchevereniging, gaan wij komen met aanvullende maatregelen boven de reclamecode. De Consumentenbond zegt, we hebben er bij VNL-OK op aangedrongen dat zij zouden kijken naar het effect van die reclamecode in de vorm zoals die toen was en ze daarvoor zouden praten met experts en dat vonden ze niet nodig. De aanloop van de reclamecode, daar ben ik zelf niet bij betrokken geweest, want die is gestart voordat VNL-OK überhaupt opgericht was. Maar heeft u met experts gesproken? Ik heb op het moment dat ik bij VNL-OK werkzaam ben, heb ik ook met experts gesproken. Met wie dan? Dat zijn verschillende organisaties. Welke? Nee, ik ga geen namen noemen. Waarom niet? Omdat dat aan mij is. En wat voor experts dan? Dat zijn experts vanuit zorginstellingen. Daar hebben we kennis gemaakt met verschillende zorgaanbieders, zeg maar, die actief zijn in deze branche. En op dat moment heb ik ook met een ex-verslaafde gesproken. Dus dat zijn gesprekken die wel degelijk onderdeel daarvan zijn. Ja. En we hebben geluisterd naar het maatschappelijk beeld wat er was van hey, er is nog steeds te veel reclame. Dus dat is de reden waarom we vervolgens de stap hebben gezet. Er moet helemaal geen reclame zijn. Nog naar die aanvulling maken. Ja, maar nou, even wat hij zegt. Ja, ik begrijp wat je zegt. En ik snap ook wat je zegt. Tegelijkertijd, vanuit de wet is er een opdracht om te zorgen dat mensen vanuit de illegaliteit naar het legale aanvullen gaan. Oké, Helma zegt hier dus, vanuit de wet moeten mensen van illegaal naar legaal gokken. Maar, even ter herinnering, het was dus de goklobby die hier jarenlang voor gestreden heeft. In dienst van de goksector. Dus die wet kwam niet zomaar aanwaaien. Omdat als je bij illegale partijen speelt, dan hebben we helemaal geen zicht erop. Bedrijven hebben geen regels waar ze zich aan houden als het gaat om de zorgplicht. Die hebben geen regels als het gaat om reclame. Die hebben geen regels om preventie. Zegt u dan, we moeten juist reclames maken zodat mensen het legale gokcircuit instromen?
bij de aanvang van een nieuwe markt, hè, dan ga je een nieuw product leveren. Ja. En dan is het eigenlijk heel verklaarbaar dat je ook kenbaar wil zijn. Want als je als nieuwe aanbieder niet kenbaar maakt dat je er bent, dan weten mensen ook niet dat je als nieuwe aanbieder, hè, dat je daar kan spelen. Dus dat is ook een kanalisatie, denk ik. Dat is de kanalisatie. Ja. Dat is van de mensen uit het illegale aanbod naar het legale aanbod gehaald. Als ik aan u vraag, als lobbyist eigenlijk, bent u dan voor of tegen gokreclames? Ik vind dat de gokreclames een doel moeten hebben. En dat is een doel dat mensen moeten weten dat er een legaal aanbod is. Ja. En op het moment dat je de kanalisatie, ik vind dat een rot woord, maar dat, dat mensen niet meer bij het legale aanbod spelen, maar bij het legale aanbod, dan heeft die reclame een doel bereikt. En dan moet je ook zorgen dat er minder reclame maar, is. Maar waarom reclame? Waarom zijn dat niet sport? Waarom lobbyt u niet voor? Want u lobbyt voor. U bent voor reclame, daar lobbyt u nee, ook voor. Nee, ik lobby niet voor reclame. Ik ben als voorzitter van deze brancheorganisatie ben ik bezig om te zorgen dat de wet die wij hebben, dat die wordt nageleefd en dat die zo goed mogelijk zijn werk doet. Er zijn heel veel mensen die met veel plezier dat spel spelen, maar er zijn ook een kleine groep die tot probleemspelers kunnen komen. En wat mijn belangrijkste motivatie is dat mensen bij het legale aanbod spelen en dat aanbieders hun zorgplicht op een goede manier invullen, dus dat we de groep probleemspelers zo klein mogelijk maken. Waar het om gaat is dat de Consumentenbond zegt, VNLOK heeft eigenlijk gelobbyd voor een reclamewet die niet toereikend is en eigenlijk voor meer problemen zorgt. U zegt kanalisatie, we moeten zorgen dat mensen uit het illegale gokcircuit komen. Dan is mijn vraag, als dat echt uw doel is, wat zegt u dan op de cijfers? Dat 60% van die gokkers dus nieuw is. Dat er bijna 500.000 nieuwe gokkers zijn. 20% daarvan is tussen de 18 en 23 jaar. Mensen zoals Django krijgen terugval door gokreclames. Het doel van de wet en het doel van datgene waar ik mee bezig ben, is niet om de markt te vergroten of anderszins. Dat is geenszins een doel. Maar we zien dat de online kansspelmarkt de afgelopen jaren groeiende is. En dat was al in de tijd dat het illegaal was om online kansspelen te spelen. En die groei blijf je zien. En door het aanbod te verbieden, daarmee wil je niet, of daarmee is niet gegarandeerd dat het er gewoon niet meer is. Want dan gaan mensen terugvallen in de illegaliteit. Dus die reclame heeft. Maar toen hadden we minder gokkers. Ja, maar het is een groeiende markt. En die hou je. Nee, het is een groeiende markt omdat die geopend is. Natuurlijk heeft dat effect. Nee, dat is het effect. Dat kan je niet zo stellen. Ja, dat kan je wel zo stellen. Nogmaals, 60% van de gokkers is nieuw. 500.000 nieuwe gokkers. Ja. Sinds het legaal is en omdat er reclame wordt gemaakt dat die mensen trekken. Voor de opening van de markt was het een illegale markt. Dan kan je heel erg moeilijk in beeld brengen, inzichtelijk maken hoe groot en wat de omvang is van zo'n markt. En dat we nu deze aantallen zien, ik ken ook de cijfers van de kansspelautoriteit, hoeveel mensen er een account hebben bij de legale aanbieders. En daar zijn dat er dan? Dat zit rond de 650, meen ik. Is dat een goed idee, die markt laten groeien? Ik denk niet dat we hem laten groeien. Dat is een beeld wat we zien. En het is mijn verantwoordelijkheid om te zorgen dat de groep kwetsbare spelers, dus waar die problemen kunnen ontstaan, dat die groep zo klein mogelijk is. Ja, en die zeggen, die staan hier en die zeggen eigenlijk geen reclame. Ja. Ja. Ja, nou dat hoor ik heel goed. En, gaat u daar wat mee doen? Ik denk dat we daar de afgelopen periode al heel veel mee hebben gedaan. Dus we hebben eerst de reclamecode gehad, die ging niet ver genoeg. Toen hebben we aanvullende maatregelen genomen. Toen heeft ook de minister nog aanvullende stappen gezet. En wat we nu zien is dat er de reclamedruk echt fors minder is. Op televisie zien we geen reclame meer. In de buitenwereld zien we geen buitenruimte. Maar er is nog getargete reclame. Er is reclame. En daar zijn belangrijke regels voor afgesproken. Ja, maar online en tijdens sportevenementen reclame maken mag nog steeds. En de Consumentenbond vermeldt onder andere dat Holland Casino en Toto, die u vertegenwoordigt, met pop-ups van bonussen adverteert. En dat mag niet van de wet. En ook als jij als gebruiker aangeeft dat je geen pop-ups van bonussen wil, krijg je die toch? Ik vind dat onze aanbieders zich aan de wet moeten houden. Daar spreek ik ook mensen op aan. Dat vindt onze organisatie ook. En, dus? En op het moment dat ze dat niet doen, dan hebben we een toezichthouder die daar op toe moet zien. Ja. Kijk, u kiest de kant van de grote partijen, van de gokindustrie eigenlijk. Toch? U bent er niet voor Django. Ik sta hier om te zorgen dat de wet die we hebben op een zo goed mogelijke manier werkt. En maar u bent lobbyist, dus u draagt toch bij, u gaat toch ook naar Den Haag toe. U praat toch ook met de beleidsmakers om te zeggen, dit is wat de kant, dit is wat de gokindustrie wil. De gokindustrie, zoals u hem noemt, die wil dat het aantal probleemspelers zo klein mogelijk is. En dat is ook dat is mijn toch niet de verantwoordelijkheid.
Ja, zeker. Zij willen toch gewoon geld verdienen? Het is toch een industrie? Nee, ze willen niet geld verdienen. Natuurlijk is dat onderdeel van een bedrijf dat je geld verdient. Maar alle bedrijven, alle aanbieders die aangesloten zijn bij VNL elkaar. Maar ik weet zeker dat het ook voor de aanbieders is die aangesloten zijn bij de andere branchevereniging. Die willen dat de probleemspelers, de groep waar de probleemspelers kunnen ontstaan, zo klein mogelijk is. Nou, maar dan heb ik een tip. Dan heb ik een tip voor die groep en die mag u dan doorgeven. We hebben met Rut van Holst gesproken. Misschien kent u die, cognitief neurowetenschapper. En die doet sinds 2011 al eigenlijk onderzoek naar gokverslaving. Dus die weet echt waar ze het over heeft. Beter dan jij en ik bij elkaar. Die zegt het volgende. Wij weten dat reclame veel impact heeft. Reclame zorgt ervoor dat mensen je product kennen en dat er een soort van positief gevoel bij gecreëerd wordt. En dat feit zorgt ervoor dat gokken in de picture is gekomen. En het feit dat het zo gebombardeerd is, extra op jonge mensen die dus extra kwetsbaar zijn voor reclame, dat zie je terug in cijfers. Enorme markt is aangeboord die nu gokt. Het zijn mensen die dat eerst niet deden omdat er geen reclame voor was. En jongeren zijn gevoelig voor impulsen en prikkels en dat komt doordat het controlesysteem nog niet helemaal ontwikkeld is. Dat werkt nog niet optimaal. Kortom, die reclames, dat is de impuls waardoor jonge mensen gaan gokken. En dat is ook waarom de groep probleemspelers groeit of terugvalt. Dan weten we toch waar we het over hebben. Het ministerie is op dit moment de wet COA aan het evalueren. En zit u daar aan tafel? Daar zijn wij een van de partijen die ook aan tafel zitten. Maar het ministerie praat ook met zorgaanbieders, met experts, met verslavingsdeskundigen. Wat gaat u daar dan zeggen? Wat ik ga zeggen is dat mijn motivatie is dat de maatregelen die we kunnen nemen om de groep probleemspelers zo klein mogelijk te maken, dat we die moeten doorvoeren. En dat moeten goede maatregelen zijn die werken. Okay. En als de experts dan zeggen, maak geen reclame. Of sterker nog, dat zegt zij ook, maak infomercials. Gokken is slecht voor je. Ik denk dat heel Nederland nu al weet dat online gokken mogelijk is. En die reclames niet meer nodig zijn. En alleen nog maar zorgen voor de negatieve effecten. Het levert niks positiefs op. Ja, omzet voor de casino's. Nou, het levert ook in zoverre op dat als er nieuwe mensen zijn die verleid worden op de illegale markt, ook die wil je terug naar de legale markt. En daar heb je altijd een opdracht voor. Ja, maar er zijn meer mensen die gokken nu. 500.000, waarvan 20% jong is, tussen de 18 en 23 jaar. Ja. Het probleem groeit nu. Daar maak ik me ook zorgen over. Over het feit dat de industrie heeft 1,1 miljard verdiend in 2022. En gemiddeld heeft een speler €143 verloren. Alleen de industrie die u vertegenwoordigt heeft hier aan gewonnen. Deze jongen staat hier, leven naar de kloten. Teruggevallen door de reclames. Alles helemaal naar de tering. Kan zijn kind niet meer zien. Zoals hem zijn er nog heel veel andere mensen. Het zijn mensen, hè? Dus, uw woordvoerder, daar staat hij. Film even. Jawel hoor, ja, u bent er gewoon bij. U zei net tegen ons, ik heb nog nooit eigenlijk zo iemand ontmoet zoals hij. Het zijn mensen van vlees en bloed. Wat gaat u daarvan voor doen? Vindt u online gokken überhaupt een goed idee? Ja of nee? Het is eeuwenoud. Dat is niet mijn vraag. Vindt u het een goed idee? Ja of nee? Als ik voor dezelfde vraag zou staan als bij aanvang van de wet, dan zou ik wederom zeggen van ja, het is beter om mensen uit de illegaliteit... Nee, ik heb het niet over illegaal legaal. Vindt u online gokken een goed idee? Ja of nee? Zou u nu tegen ons kijken en zeggen, begin met online gokken? Is dat wat u zou zeggen? Ik zal niemand aansporen om online te gaan gokken. Maar omdat mensen dat zelf moeten weten. Nee, maar goed, u staat wel voor een branche die reclames maakt, die mensen aansport om te gokken. Ik wil het van u weten als lobbyist. Het is niet het doel. Vindt u online gokken een goed idee? We weten dat als we het hebben over... U kunt het niet zeggen. Nee, ik ga dat ook niet zeggen. Waarom kun je dat niet zeggen? Gokken, dat is eeuwen oud. Voor de mensen die daar... De branche wil heel graag dat u ja zegt. Django wil heel graag dat u nee zegt. En ik ga daar geen antwoord op geven, want het is voor mij belangrijk, de mensen die daar met heel veel plezier een spelletje spelen, die daar op een goede manier mee om kunnen gaan, vind ik het prima als mensen online gokken. Probleemspelers, die groep, waar de problemen kunnen ontstaan, die groep moeten we met elkaar zo blij mogelijk maken. En daar wil ik alle maatregelen voor bepleiten die nodig zijn om dat te doen. Wij hebben deze aflevering, die gaat over lobbyen. Over de lobbyindustrie wordt gezegd dat het een van de meest hardnekkige, rauwe en harde lobby's die gevoerd worden hier in Den Haag. Ik sta hier nu tegenover Helma Lodders van VNLOK. Dan probeer ik even uw positie te bepalen. VNLOK zegt, het gaat over, zoals het hier staat, over consumenten die veilig kunnen gokken, verantwoord. Dat zijn de termen die u gebruikt. Ja. Zegt u daar eigenlijk mee, ik ben niet lobbyist voor deze industrie? Is dat wat u zegt? Want de industrie wil gewoon winst maken. Nee, de industrie heeft ook haar verantwoordelijkheid en die neemt ze ook. De industrie wil geen... Nee, dat is niet mijn vraag. U moet mijn vraag proberen te beantwoorden. Die probeer ik ook te beantwoorden. Het antwoord is misschien iets minder gewend. Maar ook de industrie wil geen geld verdienen aan mensen die in de problemen... Maar dat doen ze dus wel.
toch, daar zijn we het over eens. Dat is de reden waarom wij in ons beleid, in de maatregelen, zoeken naar maatregelen die helpen om dit soort problemen te voorkomen. Ja. En de markt is nog niet zo heel erg lang open. Dus dat betekent dat er ook data wordt verzameld, onderzoek wordt gedaan. Ja. En op basis van de maatregelen die er genomen zijn, kijken of ze werken of niet. En als ze niet werken, welke maatregelen kunnen we dan nemen, zodat ze wel werken om kwetsbare groepen te beschermen. Maar die 1,1 miljard winst, zegt u, dat is eigenlijk bijzaak voor de gokindustrie? Ja, dat moet u bij de gokindustrie zijn. U vertegenwoordigt die, toch? Ik ben hier voorzitter van een branchevereniging. Ja, branchevereniging, waar, De online kansspelers, de online kansspelaanbieders zijn aangesloten. Wat probeert u nou eigenlijk bij te maken hier? Ik snap het niet helemaal wat u nou eigenlijk zegt. Gewoon wat mijn werk is. En als branchevereniging vinden wij het heel erg belangrijk om de wet die er ligt, mensen naar de legaliteit te halen, om te zorgen dat het op een verantwoorde manier en op een veilige manier kan. En winst is bijzaak. En daar willen mensen geen winst op maken, op die kleine groep. Echt niet. Maar daar komt de meeste winst zelf vandaan. Ja, gokken is inherent aan verslaving en problemen, toch? Dat weten we. Voor een kleine groep. Voor een groep. Voor een kleine groep. De markt is open, dus het aantal gokkers wordt groter. Dus statistisch gezien is het logisch, toch? Dat er ook meer probleemspelers bij komen. Toch? Dus alle aandacht nodig om te zorgen dat die groep zo klein mogelijk blijft. Ja, en dus moeten we geen reclames maken misschien. Dus moeten we ook kijken wat het effect van reclames is. Daar dat weten we. Voelt zich verantwoordelijk voor de Django's van Nederland? Jouw verhaal raakt me. Nee, dat is niet mijn vraag. Voelt u zich verantwoordelijk voor de Django's van Nederland? Want hier staat, noem hem nog maar een keer, VNLK voor het bevorderen van een gereguleerde, verantwoorde en voor consumenten veilig Nederlandse online kansspelmarkt. Voelt u zich verantwoordelijk voor Django? Ik voel de verantwoordelijkheid om te zorgen dat de groep probleemspelers zo klein mogelijk is. Dat we daar alle maatregelen dus voor nemen om dat te beperken. Ja. En ik kan niet uitsluiten dat er nooit meer een probleem ontstaat. Want dat is namelijk inherent aan online kansspelen. Zou je met de kennis van nu de online gokmarkt nog een keer open doen? Ja. En dat klinkt zelfbewust en dat heeft alles te maken met het feit dat ik het belangrijk vind dat mensen uit de illegaliteit komen, legaal, en dat aanbieders de verantwoordelijkheid hebben om die zorgplicht in te vullen, dat ze maatregelen nemen om te voorkomen dat mensen probleemgedrag laten zien. En dat is echt heel erg belangrijk. Oké. We moeten vandoor volgens mij, het is 11:30. Ja. Nou, dank voor uw tijd. Ja, dank voor de aandacht. Die is alles kwijt. Dankjewel. Dankjewel voor je verhaal en mag je heel veel sterkte wensen. Nou, fijne dag. Thanks. Dag. Dankjewel. Ja. Ja, we lopen naar boven. Ja, tot ziens. Ja. Vind je? Nogal ontwijkend. Ja. Ze zegt dat ze het vreselijk vindt, mijn verhaal. Maar naar mijn idee heeft zij totaal geen onderzoek gedaan bij de juiste instellingen. Wat de gokverslaving daadwerkelijk is en wat de triggers daarvoor zijn. Ja, ik weet niet zo goed wat ze wil in gesprek gaan met... Met Den Haag? Met Den Haag? Ja. Namens de gokindustrie, ten behoeve van jouw welzijn. En het allerergste wat er kan gebeuren is dat jij terugvalt in het illegale circuit. Ja, ik zie daar geen verschil in tussen het illegale en het legale circuit. Blij me er wel, toch? Ja. Oké. Volgende week is boos weer. Bozebeerervaren.nl. Heb je ook klachten? Ben je boos? Heb je problemen? Zijn ze groot? Zijn ze klein? Gaat het over de lobbyindustrie? Gaat het over beleid maken in Den Haag? Is het iemand die je opgelicht heeft? Bozebeerervaren.nl. We hebben je graag in de mailbox. Gaan wij op pad voor jou. Wens ik jou alle succes van de wereld. Dankjewel. Ik hoop dat je je kind snel weer kan zien. Dat je uit schulden komt. En dat de wereld nu in ieder geval weet wat het doet. Ja, zeker. Wil jij nog iets zeggen tegen de wereld? Ja, doe het niet. Gok niet. Begin er gewoon niet aan als je de verleiding ook nog niet hebt. Want je weet niet of je verslavingsgevoelig bent. En je rolt erin. Je hebt het niet onder controle. Tot volgende week. De conclusie die we moeten trekken dat de lobby enorm is. Dat het echt over geld gaat. Het gaat niet over mensen beter beschermen. Daar zijn we echt naïef in geweest, denk ik. Of in ieder geval de politiek misschien. De positieve noot die ik er wel in vind, is dat ik wel me gesterkt voel in het feit dat de maatschappelijke verontwaardiging en de acties die er nu wel op gang komen, dat die wel aangeven dat we dit ook allemaal helemaal niet willen met z'n allen.
loop der jaren had ik me op tientallen buitenlandse sites uitgeschreven. Maar met de legalisering duurde het weken voordat ik weer in de verleiding viel. De online gokreclames hebben me eigenlijk letterlijk aan het gokken gebracht. Gokken was mijn obsessie. Een obsessie die ik via mijn mobiel altijd bij de hand had. In het begin werden veel BN'ers gebruikt in de reclames. En tegen veel van die mensen keek ik ook echt op dat moment. Helemaal een kwaliteit van reclames, maar die staat ook vooral. De sponsoring van tv-programma's en voetbalclubs heeft er gewoon voor gezorgd dat inderdaad er geen enkele drempel meer is. Mijn excessieve gokgedrag heeft ervoor gezorgd dat ik inderdaad in totaal meer dan 80.000 euro vergokt heb. Tot als gevolg dat ik elke maand keek ik weer uit naar het moment van mijn salaris. Eigen puur zodat ik het gelijk ook weer kon gaan vergokken. Het was iets waar ik met niemand over durfde te praten, want ik schaamde me gewoon simpelweg voor mijn gokgedrag. Ik heb meerdere pogingen gedaan tot zelfdoding, maar ik ben dat reeds met schaamte voor mijn verslaving. Wat ik vooral tegen alle gokbedrijven zou willen zeggen is dat ze in godsnaam hun plicht moeten gaan vervullen. Alsjeblieft, neem verantwoordelijkheid over de spelers. Je kan je wel verschuilen achter alle regeltjes en de politiek, maar op dit moment leggen jullie de verantwoordelijkheid bij de spelers zelf en dus ook bij de verslaafden. Want iemand die meer dan 8 uur per dag op je site zit, is geen recreatieve speler. Nu niet en acht nooit niet. Het staat mee met meerdere maten en als een smerig spelletje. Wat ik tegen de gokindustrie zou willen zeggen? Maar ik heb weinig te nodig tegen de gokindustrie. Ze weten wat ze doen en ze weten welke impact ze hebben. Witte SUV's is altijd goed nieuws. Ja, het is wel een auto, het heeft wel een beetje de auto waar zij in zou rijden. Ja, toch? Of ze komt in zo'n varkenstruk. Waar... Dat is gewoon... Ik vind het ergens ook zo fucking ziek dat dit haar baan is. Hoe ga je nou lommen voor dingen die de wereld helemaal stuk maken? Weet je dat je s'nachts rust geslaagd en denkt van ik heb weer goed werk verricht? Ja, ze zegt dus, we hebben een quote van haar dat ze zegt ja, ik kan mezelf s'avonds nog in de spiegel aankijken. Ja, maar dat doet ze altijd een clownsneus op een clownspruikje op.